Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft een dependance te Wageningen-Ikeri geopend. Het doel hiervan is om de zichtbaarheid van het ministerie in dit gebied te vergroten, waarbij er verder invulling zal worden gegeven aan het sport- en jeugdbeleid. De ingebruikname heeft op dinsdag 5 mei plaatsgevonden. Deze dependance is in partnerschap mede mogelijk gemaakt door de donateur Rinesh Mangaldin. Bij deze geef ik u de verzekering dat wij als team zullen kiezen voor instootrichting met de richtlijnen vanuit uw ministerie in oogenschouw, het beoogde doel te helpen realiseren tot heil van de Wageningse gemeenschap. Ten slotte wil ik onze dank uitbrengen aan onze minister en staf, de coördinator, de donateur, de heer Mangaldin en de heer Hoefdraad voor hun onbaatzuchtige inzet en positieve instelling om dit alles binnen korte tijd bestek te helpen realiseren voor onze gemeenschap. Namens de gemeenschap wil ik je hierbij hartelijk bedanken. Jullie zijn 10 jonge mensen die het kantoor gaan draaien. Onze voorzitter zegt altijd, no vrede voor go naar de biggie wang, voor go teka informatie if you fasi. Maakt u goed gebruik ervan, regio-coördinator met uw team. No doelek usap alasani. Want de biggie ones zijn gewoon oefensie en dat oefensie. Bij hun moeten we de informatie nemen hoe we het moeten doen. Van mijn zijde is het een zeer, zeer bijzondere dag vandaag en een grote eer. Normaliter manga John abba schrif denki en asrif sani. Wij houden niet ervan dat onze naam ergens spreekt. Maar de minister en de directeur hebben gezegd van nee, als je hebt gedoneerd, laat de gemeenschap, laat het volk weten dat het uit het hart is gedoneerd. Want Tamara Jerebaka, pafen som mijn money voor kom ik aan kantoro gidema. You know how to eden aan dat, a kantoro miki. Adeja. Dankjewel iedereen. Dankjewel minister. En Wageningen gefeliciteerd. Suriname gefeliciteerd. Nikeri gefeliciteerd. Dankjewel. We staan hier bijzonder blij, trots, verheugd. Omdat ik nog geen 2 maanden geleden hier was. Op oriëntatiebezoek. Samen met mijn staf. En we hebben het gebouw gade kunnen slaan. En we hebben meteen een eerste scan kunnen maken. En tegen elkaar kunnen zeggen dat er enorm veel werk aan de winkel was. Dat werk hebben we samen aanvaard. We hebben een stukje verantwoordelijkheid op ons genomen als ministerie. En u als donateur om dit te kunnen realiseren vandaag. En dit past binnen het beleid van het ministerie dat wij 1,5 tot 2 jaar... zijn gestart door de zichtbaarheid in de verschillende districten te vergroten, door zowel een jeugd als een sportdekking te hebben in de verschillende districten. En na Saramaka is Wageningen in dat opzicht aan de beurt gekomen. Het is een totale samenspel geweest vanuit die lokale structuren en organen, vanuit het ministerie van Sport en Jeugdzaken, om die maatschappelijke, die sociale en die sportieve behoeften die er bestond en die er nog steeds bestaat, samen te smeden met die ambtelijke en die politieke behoeften die vanuit het ministerie moest komen. Ik wil u feliciteren, maar ik zal dat niet doen alvorens ik ook benadruk, en dan kijk ik weer naar die nieuwe medewerkers van Sport en Jeugdzaken die hier gaan zitten. Het gebouw staat er, u gaat straks naar binnen. Natuurlijk met inachtneming van alle COVID-maatregelen. U zult zien, alles is heel mooi en netjes. Nieuw aantrekkelijk. Zorgt u ervoor, coördinator. Gaat u er zuinig mee om. Laten we goed gebruik maken van die dienstverlening die Sport en Jeugdzaken biedt. En ik denk dat als we dat gezamenlijk doen, dat we samen ervoor kunnen zorgen dat de ontwikkeling met betrekking tot sport en jeugd gebeuren in Ikeri, dat we het kunnen tillen naar een grote. Ik wil u feliciteren en ik zeg, gaat u er zuinig mee om. En heel hartelijk dank.